spannend is het. Spannend om te kijken of alles goed gaat. Is voor mij ook de eerste keer. Voor een heleboel mensen, ook van de projectorganisatie, de eerste keer dat we op volle snelheid van noord naar zuid zo dadelijk gaan en weer terug. En we gaan kijken zo dadelijk of dat allemaal lukt. Het begin is in elk geval hoopvol. De metro rijdt. En dat is best bijzonder, want ook de laatste dagen zijn de ritten nog niet vlekkeloos verlopen. Gisteren hadden we een grote storing binnen het voedingssysteem, waardoor de metro stil kwam te zitten. En bijvoorbeeld 2 weken geleden hadden we een probleem met de deuren. De deuren aan de verkeerde kant open gingen. Dat soort onverwachte zaken komen we toch tegen. Die zetten we op een lijst en die proberen we 1 voor 1 op te lossen. Vandaag komen we met een massaal uitgelopen pers zonder problemen aan op Amsterdam-Zuid. Slechts een paar schoonheidsfoutjes, wat lampjes die niet branden, een aantal keer wordt het verkeerde station omgeroepen. En volgens de experts ging het optrekken wat schokkerig. Toch overheerst de opluchting. Het gaat uitstekend. Ja, we rijden op volle snelheid door de tunnel heen. 70 km per uur in de tunnel en buiten 80 en dat gaat uitstekend. We hebben het gehaald, we zijn in Noord. Ja, we zijn in Noord, maar we zijn nog niet op Centraal. En dat is het einddoel van deze reis. Maar het gaat nu wel heel goed, ja. Het wordt nu wel ingewikkeld om ook aan jullie uit te leggen waarom het nog bijna 1,5 jaar duurt voordat hij ook echt voor de Amsterdammer gaat rijden. En dat is best een lastige boodschap, als het zo goed gaat. Ja, ondanks deze succesvolle rit moeten we helaas nog wat geduld hebben. De komende tijd wordt er nog flink getest. En wie weet gaat hij dan volgend jaar juli echt open voor publiek.